ondanks de kou en de sneeuw werken de bouwers van het Groningen Forum gewoon door. Ze hebben inmiddels een aantal deuren geplaatst. Dat is natuurlijk wel aangenaam met deze winterse temperaturen. Zo is de zijkant met een provisorische schuifdeur gedicht. En aan de schoolstraatkant zitten al twee definitieve deuren die omhoog gerold kunnen worden. De bouwers zijn ook bezig glaspanelen in de kozijnen van het atrium te plaatsen. Aan de oostelijke kant van het gebouw bouwen stijgenbouwers de stijgers op die straks gebruikt gaan worden om de natuurstenen gevelplaten aan de wand te kunnen bevestigen. Ook zij moeten rekening houden met de schuine wanden van het gebouw. Ik zie dat je gewoon met de waterpas zit te doen. Hoe weet je nou hoe schuin die moet? Ja, dat is een maatvoering gelegd hier zo. En dat is de afstand van de gevel en die pakken we daarboven ook weer. Ja, en dan zo weten dat hoe schuin naar boven moet. En hebben jullie wel eens vaker gedaan, zo schuin stijgen? Nee, dit is echt de eerste keer. Dus spectaculair, ja. Een beetje pakken, ja, tuurlijk. De stijger gaat helemaal rondom het gebouw. Behalve daar waar de glaswand van het zogenoemde sleutelgat zit. Ondanks dat het de eerste keer is dat Robert zo'n stijger bouwt, blijft hij er aardig relaxed onder. Ja, ik weet niet, ingewikkeld. Dus ik zie het gewoon als elke andere stijger. Alleen, nou ja, gaan we scheef. Ja. Het is een paar aanpassingen. We boren hem nou ook op de grond vast en op de fundering. Okay. En dan boven gewoon alles vast ankeren. Voor de rest is vrij hetzelfde. Op de bouwplaats op de hoek van de Grote Markt, waar Merkt komt te staan, zijn de slopers nog steeds bezig met het weghalen van de keldervloer. IJs en wederdienende komt volgende week de installatie waarmee betonnen damwanden in de bodem kunnen worden gemaakt. De noordelijke online ondernemers werden op 4 december jongstleden naar het Feithuis gelokt om samen te eten en te netwerken. De ondernemers eten 4 keer per jaar met elkaar en zoeken daarvoor altijd een bijzondere plek. Ditmaal was dat het Groningen Forum. En daarmee waren ze de eerste gasten die in het gebouw mochten dineren. Geweldig, echt heel spectaculair om mee te maken. Als eerste in het Forum zijn en dineren, dat is magisch. Dat betekent wel dat je even een beetje relaxed over het terrein moet lopen. Eerst kregen de ondernemers uitleg over de locatie. Het is een bouwplaats en dat vereist enige aanpassingen en gedragsregels. Ze mochten bijvoorbeeld niet in hun eentje op zoek gaan naar een toilet. In het auditorium werd iedereen welkom geheten met een bakje soep. Welkom bij deze hele bijzondere avond, die vandaag voor het eerst zijn
Daarna konden de ondernemers plaatsnemen in een behagelijk verwarmde ruimte. We zorgen altijd om een hele gekke plek te zijn. Bij een boer, in de stal, in het bos, op een toneel van het Stad Schouwburg, bij Vindicat. We hebben overal wel een keer gegeten. Maar dit springt er wel heel erg uit. Want hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Ja, via contact gelegd met de directeur van het forum en die stond open voor dit spektakel. Hoe bijzonder de locatie ook is, zo'n bijeenkomst heeft natuurlijk altijd een doel. Vooral elkaar goed leren kennen, de leden zelf, maar ook met onze gasten. Dat zijn wethouders, gedeputeerden of bazen van grote bedrijven. Er is een vertegenwoordiging van VNO-NCW vanavond te gast. Ja, dat zijn allemaal mensen die je niet zo makkelijk te spreken krijgt als je een kleine MKB'er bent. Maar als je met 50 MKB'ers bent, dan wordt het interessant. Het bouwterrein is zwaar beveiligd. Maar desondanks slopen er toch nog 2 ongenode gasten naar binnen. Goedemiddag. Hi. Hi. Zullen we opnieuw beginnen? Een nieuw begin, hè? Vanaf het begin. Oké. Okay. Ja? Zullen we dan daar gaan zitten? Daar is het warm en hier is het koud. Oké. Is het oud? Oud. Hout? Ja. Oké. Okay. Een leesclub hebben we hier vanuit de bibliotheek. Dat doen we in alle vestigingen in de stad. En dat is om mensen op een informele manier de taal beter te leren beheersen. Ik ben Zian Higami. Ik kom uit Syrië. Ik kwam Nederland 2 jaar geleden. Ik woon in Groningen. Ook ik leer in Nederland taal. Nou hebben we het over allochtone mensen, maar ook Nederlanders hebben vaak een probleem in de taal en met name in het lezen en schrijven, waarin toch nog wel het nodige te repareren valt. Ja, anders zoek de giraffen er maar uit. Giraffen. Hetzelfde in Arabisch. Giraffen. Nederland, een nieuw country voor mij. Ook oud country voor mijn oma. Maybe zaken denken too much. I'm not remember. Ja, dat is goed. Zelfde een businessman. This is. Ja, een businessman. Yeah. Okay. Wij maken gebruik van boeken die heel vaak hertaald zijn in eenvoudige taal. En die zijn ook op bepaald taalniveau ingedeeld. En er zijn uitgeverijen, eenvoudig communiceren bijvoorbeeld, die dit soort boeken uitgeven. Dat kunnen klassieke boeken zijn, maar dat kunnen ook boeken die in origineel in eenvoudige taal geschreven zijn. Het kan heel, heel divers zijn. Jong man. Het klonk als jonkman. Dat is heel iets anders. Jongeman. Jongeman. Er ontwikkelen zich de meest aardige gesprekken aan de hand van het boek. Dat is fantastisch. Is super om te doen ook. Als dit een klinker is, zo de E, ZE, dan is het laatste woord van een C. En dan komt dit erachteraan, Zebra. We hebben vrijwilligers die leesclubs begeleiden. En ik mag wel zeggen, daar hebben we het ook geweldig mee getroffen. Het gaat ook met een geweldige inzet en betrokkenheid. Het is superleuk om te zien. In 2001. Dat zijn mensen die vanuit persoonlijke betrokkenheid dit willen doen. En natuurlijk wel affiniteit met lezen en met boeken hebben. Dat spreekt een beetje vanzelf. Maar het helpt ook als je thuis nog een keer leest. Ja. Want dan denk je, oh ja, dat woord. Ja. Bijzonder man.
door wie hij weer zoon in het leven krijgt. De volgende uitzending van Achter de Rooilijn is op woensdag 27 december. Dan kunt u zien wat er zoal in dit afgelopen jaar is gebeurd op en achter de Rooilijn aan de oostzijde van de Grote Markt.